Deze highlights worden u aangeboden door Lay's. En PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Timo Werner die hem binnentikt, stond op de lijn. En dan zal er nog wel eens gekeken worden of dat geen buitenspel was. Maar er wordt weinig geprotesteerd, er wordt blijkbaar ook weinig geluisterd. We zijn een minuutje ver en Chelsea staat al meteen 0-1 voor. Wendel meegeven met Claudinho, goed gedaan. Asmoen liep door, maar hij speelt hem naar zijn landgenoot, naar Malcolm. Die kan alleen op Kepa af. Malcolm, goede bal van Kepa, goede redding. Wat een kans voor die Braziliaan. Hier zijn ze opnieuw, Claudinho. Asmoen voor de goal en kopt hem ernaast. Serdar Asmoen. Countermogelijkheden voor Chelsea met Timo Werner. Deze Mount is mee. Lukaku aan de rechterkant. Werner nog steeds krijgt de bal tot bij Lukaku. En dan de goede voorzet en de kans voor Deze Mount. Kessler komt er goed uit. Claudinho. Proberen tikken. Kuzajev. Zet er daardoor op Azpilicueta, maar die deed het goed. En dat is de goal daar van Claudinho. Geen buitenspel en hij scoort weer. Hij scoort altijd de laatste tijd. Twee keer in de competitie, ook in de Champions League had hij er al eentje. En dit is een tweede. 1-1. En Chelsea heeft dat volledig aan zichzelf te danken. Na die goede start liet ze Zenit meer en meer in de wedstrijd komen. En na 37 minuten is het dan ook 1-1. Nu moeten ze opletten, want Asmoen geen buitenspel. Die mag alleen op Kepa af. Asmoen gaat er rond en die gaat een 2-1 maken. Op slag van rust. Feit is nog 5 minuten. Tuchel baalt. Want Zenit draait de situatie helemaal om. Ze hebben de verwarming te warm gezet hier. Opnieuw Zenit. Opnieuw Asmoen. En die gaat er weer door. Gaat hij weer scoren. Een geweldige redding van Kepa. Oh, Chelsea. Geen buitenspel en maakt zijn goal. Die had ik er ook nog in getrapt, maar toch, het is mooi voor Romelu Lukaku. Het was geen moeilijke bal, het was een mooie actie. Mount en een doorlopende Werner en die is niet egoïstisch. Claudinho met de voorzet en daar is Asmoen. Geweldige kopbal, goede redding ook van Kepa. Alonso is mee. Het gaat naar Timo Werner. Tier. En Pulisic. Mooi tot bij Werner. Kan hij er zijn voet tegen krijgen? Jawel, Werner. En als je dan vraagt welk van de twee spitsen het beste heeft gedaan, dan moeten we toch Timo Werner kiezen. Maar Lukaku klapt mee. Ze komen overeen. Dat zie je. En Chelsea doet hier wat Zenit heeft gedaan in de eerste helft. Helemaal de situatie ombuigen. Costa. Nog een keer Zenit.
Ze hebben veel, maar Chelsea is ook met veel terug. Juba. En dan het schot en de geweldige goal. 3-3. Mooi. En het is Eroquin, de invaller. Die andere grote jongen buiten Artem Juba. En zo toch nog een punt in extremis voor Zenit Sint-Petersburg. Deze highlights werden nu aangeboden door Lays. En PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.